It's all I wanna do. Yo, kerstel en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Chesso, vandaag spelen we op de map Nuketown een potje Donation. We gaan spelen met de M8A7 natuurlijk. We gaan kijken of we een chill potje op Nuketown neer kunnen gaan zetten. Op dit moment is het mijn favoriete map gewoon met Call My Sound natuurlijk. Dus moet goed gaan komen, hoop ik. Want we spelen dan natuurlijk gewoon nu nog eventjes de Nuketown 24/7 playlist. En holy shit, er zitten veel te veel mensen in voor een 6-man party. Er zit gewoon 8 man in. Echt, het is niet normaal waarom dit zo kan. Maar ja, misschien kunnen we daardoor wel even lekker veel kills droppen. Natuurlijk spelen met de Wraid en de Raps natuurlijk. En natuurlijk de standaard UAV gewoon, waar ik altijd mee speel. Maar vergeet jullie niet je blauw duimpje omhoog achter te laten, dan helpt mij enorm. Dubbel kill is al wel binnen. Er stond daar nog iemand achter. Oké, let's go. UAV is binnen. Daar doen we het voor. Let's go. Level up. Level 43. Daar staat hij. Ah, hij is dood. Let's go. Daar hebben we even geluk aan. We moeten even uitkijken voor hem. Dat is een sniper. Die kan nog wel eens vieze dingetjes doen als hij daar zo boven in zijn hockey staat. Oh, dikke triple daar zo. Sta eventjes hier te campen, jongens. Ik weet het. En ze hebben ook een UAV. Vandaar juist. Maar ik wil even mijn Wraid halen. Als ik mijn Wraid op deze map haal. Oh. Je weet niet wat je tegenkomt, jongens. Maar. En ze hebben een HCXD. Zo aan de sniper. Ik weet niet of je dat zag. Ik moet nog even. Ik moet een wapen hebben. Ik moet zo aan een KM44 grijpje naar boven. Kijk of die sniper daarboven zit. Let's go, dat was dus die sniper. Ik wist dat hij daar zat. Even de laatste paar kogels met mijn M8 proberen op te schieten. Let's go. Specialist is binnen. Nu nog mijn Wraid. Let's go, Wraid is ook binnen. Die gaan we gelijk inkallen. Zo. En weg hier. Laten we de KM44 er maar bij pakken. Nuketown is altijd hectisch om op Nuketown. Holy shit. Let's go. Bijna mijn refs binnen, by the way. Ja, die zijn nu ook binnen. Kallen we ook gewoon gelijk in. Oei, daar was die sniper weer. Hij kwam net uit de deur lopen, opening lopen. Ik kal even mijn specialist in. Let's go. Wraid gaat ook lekker. Hoe staan we eigenlijk? We staan 20 om 1. Oei, lekker teammate. Ben gestunt. Oei. Waarom killde hij me niet? Serieus, kom, we gaan even de span hier in. Oh, let's go. Peter heeft een wapen. HVK 30. Ja, ik kan ermee door. Holy shit, wat doen wij, jongens? Er staan 29 om 1. What the fuck? Laat me even A pakken dan. Oh, ze hebben al A. Ik heb alweer bijna een nieuwe Wraid. Nieuwe Wraid er gewoon in. Let's go. We staan 30 om 1, jongens. We hebben een nucleair. Nee, grapje. Nog lang niet. Maar die kunnen we wel gaan halen. Oh, dat is gewoon een dood lichaam. Oh, ik heb geluk. Ik heb geluk dat hij die sparrow niet raakt. Wat een wallbang. Hoeveel schrik zitten we? Ik weet echt niet wat voor schrik we zitten, jongens. Maar best wel een hoog schiek, joh. Ik heb nog maar 8 kogels. Hier ligt mijn wapen. HVK-30. Ja, lekker. Ik heb nog geen scavenger. Daarom moet ik al die wapens oppakken. Let's go. We gaan echt
fucking... Ah, kut, ik roep mijn UAV de laatste paar seconden van het potje in. 39 om 1 staan op dit moment. Dit is niet gezond. Pas 100 punten. We kunnen misschien wel een nuclear halen, jongens. Ik heb ook weer M8 ammo. Dat is natuurlijk mooi. Dit is mijn raid, zoals jullie zien. Heel mooi ding. Lijkt me een beetje op mijn videokaart met die twee ventiloren daar zo. Ventilatoren zijn, natuurlijk propellers. Maar het lijkt op mijn videokaart. Mensen die verstand hebben van de game, die snappen het. 39 om 1. Kom op, jongens. Ik heb nog wraps openstaan, maar die ga ik niet inkallen. Ik ga gewoon even gate doen. Ik ga 4 boven staan. Doe ik even de enemies afwachten. Er zijn natuurlijk ook wel weer een paar rage quits, zullen jullie weten. Let's go. Brutal, we zitten op 25, jongens. 25 streak. Nog 5 kills hebben we nuclear. Ah, kak. Ik word alleen maar gekillstuwd. Nee, kut. Mijn teammate heeft ook een raid nu. Als ik hem nu ga choken, zijn er maar 2 man in, hè. Nee, teammate. Ach, ach, ach. Dit meen je toch niet, hè. Nog 4. Nog 2, nee, ik ben dood. Ik heb mijn nuclear gechoked. Aan dan. Fucking hell, ik moet nog 2 kills, heb ik een nuclear. Oh my god, ik kan 25 streak. Ah! Fuck! 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 Meer kan ik er niet op zeggen, jongens. Meer kan ik er gewoon niet op zeggen. Wat een kut, sorry. Live nuclear choke. Ah. Hoeveel gaan er nog komen? De game vak 2 dagen uit. Voor mij dan, als ik dit opneem. Ah, ik heb nu alweer een nuclear choke. Nah. Why? Why do you do this, Call of Duty? Holy shit. Even de concentratie nog even erin gooien. Hier zit er nog één. En nu zit opeens fucking iedereen te campen, man. Kijk, al die dingen in mijn map. 37.2 staan we. Fucking hell. Niet normaal, jongens. Maar we hebben natuurlijk onze nuclear gechoked. Dat is jammer. Nu zijn we gewoon aan het uitspelen dit. Oh, wat een kak, sorry. Eerste nuclear chokes binnen, jongens. Live. Ik heb er al een paar gehad die niet live waren. Deze is wel live. Ah, ik ga nog een keer dood. Jammer, ik haal niet 2 deaths. Ik heb 50 om 3 nu voor dit moment. Oh my god. Kalf doet hij misgun me. Jammer, jongens. Ja, we moeten even eroverheen. Jammer dan. Ik had gewoon veel minder lang die streaks in moeten kallen. Want dan had ik hem gewoon sowieso wel gehaald. Die streaks hebben te veel gedaan. Kan je nagaan van 27 streak? We hebben gewoon bijna 20 kills met streaks gemaakt. Dat is best wel veel natuurlijk. Waarvan nog meest de raid. Dus als je een raid hebt, zet hem natuurlijk aan. Potje afgelopen. 51-3 is het eindscore. En fuck, man. Eerst nuclear choke is er al. Ik kan er niks om zeggen. De enemies gaan 16 om 41 en 24 om 34 natuurlijk. Dus mocht je nooit over deze video, laat wel je blauwe duimpje omhoog achter. Dit is echt het beestelijkste potje op dit moment dat ik heb opgenomen op Black Ops 3. Dus ik vind ook wel dat deze video even 100 likes mag halen. Laat de blauwe duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Laters.